Ja, jullie zullen het ook wel gelezen hebben. Ik lig even zo. Lekker, zo een beetje te chillen, zo. Met mijn kopje op mijn kussen, zo lekker. Ik zit te lezen. En je valt toch van de ene verbazing in de andere. Gewoon als het gaat over de politiek in Den Haag. Wat een giller. Het is toch werkelijk volstrekt niet meer serieus te nemen, vrienden. Wat er allemaal aan de hand is daar. Over die Vera Bergkamp, heb je dat allemaal gelezen? Ja, want die is dus bezig, hè? Met haar onderzoek naar met allemaal grensoverschrijdend gedrag van die Ariep. Dus die heeft allemaal zich serieus in vastgebeten. Ja, en wat blijkt nou? Ten eerste hebben al de mensen van de NRC, want die zijn daarmee begonnen met stukjes schrijven, die hebben al gezegd: ja, dat zijn toch veel minder aanklachten dan we in eerste instantie hebben gezegd. Oh, het zijn er al minder. Maar wat blijkt nu, in de Volkskrant staat het, dat degene, een van de mensen die een aanklacht hebben ingediend tegen die Ariep, die doet nu ook, die leidt nu ook het onderzoek. Jullie krijgen hier dus ook de slappe lach van. Dat is toch niet te geloven, vrienden? Je begint een rechtszaak tegen iemand, hè? En die beschuldigt je, weet ik veel, van moord of weet ik van wat. En dan ga je zelf ongeveer op de stoel van de rechter zitten bij de rechtszaak. Is toch werkelijk? Oh. En dat komt allemaal via die Bergkamp. Het is allemaal weer de D66. Die weer. En dat schuttert maar door en dat blundert maar door. En die mevrouw Bergkamp, die mag maar blijven zitten. In plaats dat die nou eens een keer al lang naar huis is, ga weg. Ga nou weg, Bergkamp. Je kan er ook al helemaal niks van als Kamervoorzitter, dat hebben we gezien. Je kan geen orde houden. Ik bedoel, het is één grote puinhoop bij jou. En dan ben je dit ook nog eens een keer allemaal gestraft tegen die Ariep. En nou heb je dit nog eens een keer aan je fiets hangen. Dat er gewoon iemand die beschuldigt, die gaat ook nog het onderzoek leiden. Nou ja, vrienden, het is werkelijk de gekte voorbij daar in Politiek Den Haag. Ik ga weer lekker mijn oogjes dicht doen en ik ga verder met chillen in de wetenschap dat de wereld op zijn kop staat.